Vandaag een antwoord op de vraag van Bram. Bram heeft een behoorlijk drukke baan en sport daarnaast ook nog eens heel erg veel. Hij is zich bewust van het feit dat zijn lijf heel snel uitgeput raakt van energie door de combinatie van die beide. Om die reden neemt hij flink wat extra brandstofrijke, calorierijke voeding mee om zijn calorieinname maar te verhogen, om de inname van brandstoffen, stoffen die zijn lichaam nodig heeft om weer nieuwe energie te kunnen verkrijgen, energie die heel snel uitgeput raakt in zijn lijf. Hij neemt extra sneeën volkorenbrood mee na zijn werk, verdeelt hij over zijn werkdag om maar tegemoet te komen aan de verhoogde energiebehoefte in zijn lijf. De be verhoogde behoefte aan brandstoffen waaruit zijn lijf nieuwe energie kan putten om uitputting te voorkomen. Toch voelt Bram zich regelmatig, zo niet dagelijks, uitgeput. Uitgeput van energie. En hij snapt dit niet omdat hij zoveel uit voedzame bron extra brandstoffen in de vorm van extra sneeën brood meeneemt naar zijn werk, waar zijn lichaam toch energie uit zou moeten putten, die in zijn lijf, dat is hij bewust, snel uitgeput raakt. Hoe kan het dat daar iets tussen zit waardoor hij die energie dan niet kan ervaren? Want hij ervaart geen energie, hij voelt zich alsnog uitgeput. Nou, Bram. Om energie te kunnen ervaren en uitputting, een gevoel van uitputting, maar ook daadwerkelijke uitputting van je lijf, van energie, voor te kunnen blijven, moeten brandstoffen, calorieleverende voedingsstoffen, in de cellen van jouw lijf opgenomen worden en verbrand worden tot energie. Verloopt dit niet goed, de verbranding van brandstoffen tot energie? Ja, dan kun jij misschien wel brandstoffen tot jou nemen, extra calorieleverende voedingsstoffen, in jouw geval in de vorm van de koolhydraten aanwezig in volkorenbrood, tot je nemen, maar als de verbranding van die brandstof tot energie in jouw cellen niet goed verloopt, zul je alsnog geen energie ervaren en kan je alsnog uitgeput raken en uitputting ervaren. Gezien het feit dat jij je uitgeput voelt, ondanks de hoge calorieinname door extra sneeën volkorenbrood mee te nemen, gaat daartussen dus iets niet goed. Jij neemt extra brandstof en calorieleverende voedingsstoffen in, waaruit je lichaam energie zou kunnen putten, maar die energie wordt er duidelijk kennelijk niet uitgeput. Dan moeten wij leren begrijpen, moet jij leren begrijpen, wat behalve brandstoffen in de cellen van jouw lijf nog meer nodig is om die brandstoffen ook wel te kunnen verbranden tot energie. Want dat gaat dus niet goed. Nou, om brandstof te kunnen verbranden tot energie, de verbranding van brandstof tot energie is een enzymatisch proces. De enzymen die aanwezig, dat zijn eiwitten die aanwezig zijn in jouw cellen, hebben echter wel co-enzymen nodig. Nou, en vele vitamines en mineralen dienen als co-enzymen. En voor de verbranding van brandstof tot energie zijn met name vele verschillende B-vitamines nodig als co-enzym voor de enzymen in jouw cellen. Ontbreken die co-enzymen, ontbreken dus de vitamines, bijvoorbeeld die reeks aan B-vitamines die jouw lijf nodig heeft om de brandstoffen überhaupt te kunnen verbranden tot energie, dan zul jij dus geen energie ervaren, kan je alsnog uitputting ervaren, ondanks de inname van extra veel brandstofleverende voeding, zoals sneeën volkorenbrood. Ook wanneer er onvoldoende zuurstof aanwezig is in jouw weefsels en cellen en wanneer er onvoldoende vocht aanwezig is in jouw weefsels en cellen, ook dan kan de verbranding van brandstof tot energie kan niet goed plaatsvinden. Zul jij ondanks de inname van extra brandstof, calorieleverende voedingsstoffen in de vorm van volkorenbrood in jouw geval, zal niet leiden tot een hoger energieniveau in je lijf en zul jij alsnog uitputting ervaren. Dit betekent, Bram, omdat jij uitputting ervaart, dat kennelijk jouw calorierijke voeding, jouw voeding die je hebt verhoogd in calorieleverende voedingsstoffen,
koolhydraten in jouw geval, in de vorm van volkorenbrood, de koolhydraten aanwezig in volkorenbrood, dat jouw voeding kennelijk onvoldoende voorziet in die stoffen die nodig zijn in jouw lijf om voldoende vocht in jouw weefsels te kunnen krijgen en houden, voldoende coenzymen in jouw weefsels te kunnen krijgen en houden, voldoende zuurstof in jouw weefsels te kunnen krijgen en houden. Dus dan moeten we leren begrijpen, wat heeft jouw lijf nodig om voldoende vocht, coenzymen en zuurstof in alle weefsels van jouw lijf, alle cellen van jouw lijf, de aanwezigheid daarvan te kunnen garanderen. Jouw lichaam is afhankelijk van bouwstoffen en dan vooral de bouwstoffen die hij niet zelf kan vormen, want de bouwstoffen die hij wel zelf kan vormen is hij niet van afhankelijk, maar is afhankelijk van de bouwstoffen die hij niet zelf kan vormen, essentiële bouwstoffen genaamd, van jou, de aanlevering daarvan, vanuit je voeding, om vocht goed te verdelen over het lijf. Voedingsstoffen, dus ook vitamines, goed te kunnen verdelen over het lijf. En zuurstof goed te kunnen transporteren, verdelen over het lijf. Bezit jouw lichaam deze essentiële bouwstoffen niet, dan gaat die verdeling niet goed. Met als gevolg dat de verbranding van brandstof in vele delen van jouw lijf ook niet goed gaat. De verbranding van brandstof tot energie. En dan zul jij, ondanks vele brandstoffen in jouw voeding, in de vorm van volkorenbrood, de brandstoffen daarin, zul jij geen energie ervaren, zul jij je alsnog uitgeput voelen. Essentiële voedingsstoffen, dat zijn alle vitamines, alle mineralen, 9 specifieke varianten van aminozuren en 2 specifieke varianten van vetzuren. Volkorenbrood, datgene wat jij extra meeneemt en verdeelt over je werkdag om jouw lijf te voorzien, dacht jij, in die stoffen die jouw lijf nodig heeft om extra tegemoet te kunnen komen aan de verhoogde energiebehoeften in jouw lijf, brandstoffen, koolhydraten, die leveren behalve die brandstoffen een aantal essentiële vitamines en mineralen, maar lang niet allemaal. Dit betekent dat die volkoren sneeën brood wel aangevuld moeten worden met de overige vitamines die essentieel zijn, de overige mineralen die essentieel zijn, bronnen van de 9 essentiële aminozuren, want volkoren brood levert niet 9 essentiële aminozuren, en bronnen van de 2 essentiële vetzuren, want volkoren brood levert ook deze niet. Gaan we kijken naar hetgeen jij op je volkoren brood doet of erbij extra meeneemt, helaas zijn dat niet heel vaak bronnen van die overige vitamines en mineralen, bronnen van die 9 essentiële aminozuren, bronnen van die essentiële vetten. Want welk soort voedingsmiddelen betreft dat? Verse groenten, vers fruit, bronnen van dierlijke eiwitten zoals ei, vlees, vis en naturel zuivel. Welke allen weinig bewerkingsprocessen hebben ondergaan en vette vis, noten, zaden, pitten. Dat zijn bronnen van die essentiële vetzuren, mits deze weinig bewerkingsprocessen hebben ondergaan. Dit zijn nou niet zozeer de voedingsmiddelen die jij op en bij je brood doet en meeneemt. Dat verklaart waarom jij, ondanks het meenemen van vele sneeën volkorenbrood met daarin extra brandstoffen uit koolhydraten, toch alsnog geen energie ervaart, omdat jouw lichaam deze er niet uit kan putten wegens ontbrekende essentiële bouwstoffen. Weet dus, bij een hoge energiebehoefte in jouw lijf, moet jij je lichaam brandstoffen leveren. Maar dat is nog niet eens het belangrijkste. Jij moet je lichaam die stoffen geven, die bouwstoffen geven, die hij niet zelf kan vormen. Brandstoffen kan je lichaam eventueel zelf nog vormen, die je lichaam niet zelf kan vormen, want heeft jouw lichaam die niet, dan kan alsnog uit de brandstof die al aanwezig is in je lijf, uit je vetreserve of uit jouw voeding in de vorm van volkorenbrood, de koolhydraten die daarin zitten, kan daar alsnog geen energie uit geput worden.